In deze video test ik 8 HDR software pakketten, zodat jij een goede keuze kan maken. En ik verloot nog een professioneel HDR pakket. Welkom bij deze video. Ik test dus 8 HDR software pakketten. En ik doe dat in willekeurige volgorde laten zien, zodat jij straks een goede keuze kan maken. En dat is niet het enige, want als jij hieronder een reactie achterlaat waarom jij kans wil maken op een HDR Project 7 Professional HDR pakket, die kan je namelijk winnen. Ik verloot namelijk onder de reacties dit pakket. En het is een pakket ter waarde van €99. Dus schrijf even je reactie hieronder en eind mei is de uitslag. Nummer 1 is Photomatics en dat is denk ik zo'n beetje het oudste pakket en het bekendste pakket in HDR fotografie. Het is een innovatief fotobewerkingssoftwarepakket en de oprichter van het bedrijf die was echt een pionier op het gebied van HDR fotografie en hij heeft Photomatics geïntroduceerd in februari 2003. En Photomatics wordt nog steeds gemaakt door fanatieke softwareontwikkelaars die echt een passie voor fotografie hebben. Het is een mooi pakket. Het geeft een goed resultaat wat je heel goed kan tweaken, wat je onder controle kan houden. Het is erg gebruiksvriendelijk. Het ziet er heel eenvoudig uit. Je kan hem ook gebruiken als standalone, dus je kan hem alleen als softwarepakket gebruiken. En het mooie van Photomatics, je kunt hem als plugin gebruiken voor Lightroom en Photoshop. Op dit moment kost dit pakket €79. En check even de kortingscodes in de beschrijving. En voor Fotoclub fans hebben we nog een extra korting. Dan gaan we door naar het volgende pakket. Op nummer 2, Easy HDR. Een heel mooi pakket, verrassend pakket. Ik had het nog nooit gezien. En we gaan het eens doornemen. Het is een pakket uit Polen. Het is een jonge gast, genaamd Bartek. Die heeft dat ontworpen voor zijn studie. En in 2006 heeft hij de eerste versie uitgebracht. En dat was vooral bedoeld voor star trails te fotograferen, wolken. En het pakket is ook gebruikt door de ESA. Voor ruimtevaarttechnologie en voor astrofotografie. En hij heeft dat verder pakket zelf ontwikkeld. Met heel veel mensen heeft hij dat verder uitgebreid tot wat het nu is. En ik zou zeggen, kijk eventjes mee. Ik was aangenaam verrast in ieder geval. En het resultaat is eigenlijk echt best wel goed. Het is een beetje afhankelijk van de foto wat je gebruikt. Het is gebruiksvriendelijk, heel overzichtelijk moet ik zeggen. En het leuke is, je kan deze natuurlijk als standalone gebruiken. En je kan deze als plugin gebruiken voor Lightroom. En de prijs, ja, de prijs is echt belachelijk laag vind ik zelf. Op dit moment kost het €29. En als je kijkt bij de beschrijving, hebben we ook nog voor mensen van Fotoclub een flinke korting. Dus ik zou zeggen, bekijk het pakket. Superleuk pakket, overzichtelijk. En zeker als je net wil starten met HDR fotografie en je wil er niet al te veel geld aan uitgeven, dan heb je hier in ieder geval echt waar voor je geld. Nummer 3 uit onze willekeurige volgorde is Affinity Photo. En Affinity Photo is van het bedrijf Serif. Serif bestaat al sinds 1987. Ze hebben heel veel software ontwikkeld. En ze zijn eigenlijk in 2014 weer opnieuw begonnen met het herschrijven van hun software. En in juli 2015 kwam daar Affinity Photo uit voort. Waarin je best een vergelijk eigenlijk kan maken met Photoshop. En in Affinity Photo kun je dus ook HDR foto's maken. Het geeft gewoon een prima resultaat. Het is qua gebruiksvriendelijkheid heb je wat meer kennis vereist. Als je gewoon een Photoshop gebruiker bent of Lightroom gebruiker, dan kun je ook prima overweg met Affinity Photo. Dan is het geen probleem. Het is enkel een standalone. Het is gewoon een softwarepakket. En het is dus geen plugin voor andere software. En de prijs, dat is natuurlijk super interessant. Op dit moment wordt het verkocht voor 50% korting. En dan is het rond de €27. Maar hoe dan ook, al zou het de volle prijs zijn, dan betaal je €55. En dat is voor zo'n pakket wat dit kan en wat je echt kan vergelijken met een Photoshop. Dat is echt geweldig. Je krijgt heel veel waar voor je geld. Ik zou zeggen,
Check it out. We gaan door naar nummer 4. Om even op één lijn te blijven met Affinity Photo, zal ik nu ook Lightroom en dadelijk ook nog Photoshop behandelen. En we hebben het nu over Adobe Lightroom op nummer 4. En het is een pakket van Adobe Photoshop. En het is ontwikkeld in 2007 is het op de markt gekomen. En pas in 2018 hebben ze in Lightroom 6 de HDR-functie toegevoegd. Ik moet zeggen, het resultaat is natuurlijk gewoon prima. Je kunt het ook nog prima bewerken. Gebruiksvriendelijkheid, ja. Als je wat gewend bent om wat te bewerken, je bent gewend om met computers om te gaan, dan is Lightroom geen enkel probleem. Als je net begint, kan het wat lastig zijn. Het is uiteraard alleen maar standalone, het is alleen de software en je kunt het dus niet als plugin gebruiken. De prijs. Ja, de prijs is een maandabonnement. Bij Adobe kun je alleen nog maar maandabonnementen afnemen voor de Adobe Suite, voor alle pakketten van Adobe, of een fotografiebundel voor Lightroom en Photoshop. En je kunt ook alleen Lightroom als maandabonnement nemen. En het goedkoopste abonnement start vanaf €12,09 per maand. Dus als je sporadisch bewerkt of net begint, is een abonnement misschien niet de beste keuze. Je kan het natuurlijk altijd overwegen. Een abonnement met Lightroom en Photoshop is €24 op dit moment. En op nummer 5, Photoshop. Daar kun je natuurlijk ook HDR-foto's mee maken. Photoshop bestaat natuurlijk al heel lang, sinds de jaren 90. En heeft jaren geleden HDR Pro toegevoegd. En daarmee kun je natuurlijk de HDR-foto's maken. Resultaat van de Photoshop HDR's vind ik persoonlijk wat minder. Van zo'n pakket zou ik persoonlijk wat meer verwachten. Gebruiksvriendelijkheid is prima te doen. En ja, het is natuurlijk alleen de software, alleen een standalone. En je kunt Photoshop natuurlijk niet als plugin gebruiken. En hier geldt natuurlijk ook het abonnement €12,09. En een uitgebreidere variant daarvan is €24. En meer valt er eigenlijk niet veel over te zeggen. Op naar nummer 6. In willekeurige volgorde nu op nummer 6 HDR FX Pro. En HDR FX Pro is een plugin voor Lightroom en Photoshop. En het is van het bedrijf DxO. En DxO heeft de Nik Collection overgenomen. En Nik Collection komt van Nik Software. En Nik Software was actief vanaf 1995 en heeft in 2012 zijn Nik Software pakket verkocht aan Google. En Google heeft de Nik Collection gratis beschikbaar gesteld. Tot en met 2019 is dat gratis geweest. Daarna is het weer overgenomen door DxO. En dat is een Frans softwarebedrijf die enkel software en film software ontwikkelt. Ze zijn gestationeerd in Parijs, Frankrijk. En zoals ik al zei, hebben ze dus de Nik Collection overgenomen. En het leuke van de Nik Collection is dat je naast HDR-effecten nog allerlei andere plugins erbij hebt. Zoals bijvoorbeeld zwart-wit, het verscherpen van foto's, je kleuren managen, etc. Dus dat is het leuke van deze plugin. Dus naast HDR zitten nog andere mogelijkheden in. Het resultaat is gewoon prima. Het is redelijk gebruiksvriendelijk, moet ik zeggen. En je kan hem helaas niet meer als stand-alone gebruiken. In het verleden kon dat wel met de Nik collectie. Dat kan nu niet meer. Tenminste, het zou kunnen, maar dan moet je dus van DxO het programma Photolabs kopen. Dat vind ik dan eigenlijk niet echt een stand-alone meer. Dus enkel te gebruiken dus als plugin voor Lightroom en Photoshop. Ja, de prijs. €149 en dan heb je de complete Nik Collection, waaronder dus ook de HDR FX Pro. Of het duur is, ja, als je hem alleen gebruikt voor de HDR plugin, zeg ik ja. Echter, er zit heel veel in. Dus als je met Photoshop werkt en je hebt zin om meerdere dingen met meerdere plugins te doen, dan is de Nik Collection zeker iets voor jou. Kijk nog even bij de kortingen. Onderin bij de beschrijvingen, ook bij DxO, kun je een korting krijgen via Photoclub. Dan gaan we door naar nummer 7. Op nummer 7, HDR Projects 7 Pro.
van het Duitse bedrijf Francis. Als je het nog niet gedaan hebt, je kan dit pakket namelijk winnen. Het is een pakket ter waarde van $99, terwijl €90, door hieronder een reactie te schrijven onder deze video en even te liken, maak jij kans op HDR Projects Professional. En ik verloot dat aan het einde van deze maand onder de reacties. Het is een Duits bedrijf, zoals ik al zei. Ze maken meerdere softwarepakketten in de fotografie. Van origine is het bedrijf al, bestaat het bedrijf al sinds 1920 als uitgeverij. En in de jaren 90 zijn ze overgestapt op het produceren van software. En dat doen ze nu op fotografiegebied in ieder geval al 25 jaar. Naast de HDR Projects hebben ze ook kleuren, ontruissoftware, zwart-wit software. Ze hebben heel veel pakketten. En ik heb daarvan de HDR Project 7 getest. Het resultaat was erg goed. Het ligt natuurlijk wel aan de preset die je instelt of het er goed uitkomt. Dus het kan in eerste instantie nog wel eens tegenvallen. Dan kom ik meteen op de gebruiksvriendelijkheid. Ja, heel vriendelijk te bedienen, maar heel erg uitgebreid. Waardoor het voor een aantal mensen wellicht een beetje complex wordt. Dus hou je van simpel, dan is HDR Projects niet voor jou. Wil je echt alles kunnen tweaken en tot alles in de puntjes kunnen verzorgen, dan is HDR Projects wel voor jou. Je kunt hem als standalone gebruiken. En het mooie van dit pakket is, je kan het ook gebruiken als plugin voor Lightroom en Photoshop. Zoals ik al zei, het bedrag om het aan te schaffen is $99, oftewel €90. En ze hebben ook nog een uitgeklede variant van HDR Projects 7, die je dan niet als plugin kan gebruiken. En die is $69, dus laten we zeggen een kleine €70. En je kunt uiteraard hier ook nog de kortingscode gebruiken voor een extra korting van 15%. Bekijk dat even in de beschrijving. En je kan ook gewoon meedoen door je reactie achter te laten om kans te maken om dit pakket gewoon te winnen. In willekeurige volgorde op nummer 8, Aurora HDR die ik getest heb. En Aurora is van het bedrijf van Skylum. En Skylum was vroeger MacFun. En dat is door twee studenten is dat ontstaan in de Oekraïne. En in 2010 is de huidige CEO van Skylum erbij gekomen. En die heeft er een succes van gemaakt. En Aurora HDR is in 2017 op de markt gekomen. En ik heb Aurora HDR getest. En de resultaten, ja, ik vond het echt goed. Ik werd er blij van. En het is super gebruiksvriendelijk. En je kan hem als standalone gebruiken. En je kan hem als plugin gebruiken voor Lightroom en Photoshop en voor Photoshop Elements. De prijs is €99. Ja, misschien ietsjes duurder als de gemiddelde prijs voor de HDR software, maar wel een mooi pakket. En uiteraard heb ik hier ook weer een kortingscode voor als je dat zou willen. En voor de Fotoclub fans heb ik nog een kortingscode voor Aurora plus Luminar. Ook voor €99. Dus dan krijg je Luminar cadeau. Dat is alleen voor Fotoclub fans overigens. Ik hoop dat je nu een goed overzicht hebt gehad van de 8 HDR softwarepakketten die ik behandeld heb de afgelopen weken. En je kan van elk pakket kun je meer zien. Ik heb voornamelijk van elk pakket een aparte video gemaakt die je kan terugvinden op onze HDR playlist. Een link kan je vinden in de beschrijving hieronder. Natuurlijk blijft het altijd lastig wat je nou moet kiezen. Hè? En ik zou zeggen, als je net begint, doe niet te gek. Begin met een eenvoudig pakket. Als je weet dat je er meer mee wilt doen en als je maar als plugin wil gebruiken, ja, denk dan na over een serieuzer pakket. Ik hoop je in ieder geval wat meer inzicht te hebben gegeven van wat er mogelijk is. En ik zou zeggen, wil je gebruik maken van de kortingscodes? Bekijk even in de beschrijving, want volgens mij valt er best nog wel wat te besparen voor jou als je een aanschaf zou gaan doen. Ik zou zeggen, schrijf ook nog even een reactie, dan maak je in ieder geval nog kans op het HDR Projects 7 Pro pakket. Dus die kan je winnen tot het einde van de maand en dan kun je meedoen in ieder geval. En dan maak ik de uitslag ook bekend. Dus bedankt voor het kijken, like hem even en tot de volgende video.